Temptation Island is terug. Maar last minute hebben enkele verleiders afgezegd. Daarom ging deze redacteur van het programma Undercover op zoek naar nieuwe deelnemers, gewapend met dezelfde vragenlijst van op de castingsdag. Hallo, ik ben van reisbureau Kleurplaats. Ik ben op zoek naar animatoren om jonge koppels te entertainen op vakantie. En aan de hand van deze vraag gaan we kijken of je geschikt bent om animator te worden of niet. Dat is goed. Klaar? Ja, klaar. Eerst en vooral, wat is jouw mening over migranten? Welke invloed heeft alcohol op je? Ik geef altijd dwaze antwoorden. Dat is perfect al bijna. Ja. Fobie van de zee. Ik heb keiwel schrik van de zee. Ik heb zo schrik van alles wat er onder je ligt. Dat is wel echt wel een heikel punt, denk ik. Heb je een stabiele persoonlijkheid? Ja. Dat is jammer. Beschouw jezelf op seksueel vlak als beginner of gevorderd? Expert. Champions League, ja. Verschillende mensen. Nee. Altijd dezelfde. Altijd trouw blijven. Ja, dat is niet zo goed eigenlijk. Zeg, kun je misschien nog wat bv's gebruiken? Zit er geen Fellaini in Tamino? Wat doe je naast sporten om jezelf te ontspannen? Netflix kijken. Netflix en chill. Ja, snokken hè, ja. Kan seks na een eerste date voor jou? Seks voor de eerste date is nog beter eigenlijk. Durf je om te kleden voor de camera? Ja. Ja, dat durf ik wel. Hoef het niet te doen trouwens hoor. Nee, ik hoop het. Wel kijken. Welke invloed heeft alcohol op je? Oh, slechte invloed. Heb je een stabiele persoonlijkheid? Oh, nee. Welk beroep wou je als kind uitoefenen? Oeh, actrice. Oeh, zoals in High School Musical, dat was. Dat is heel dramatisch. Heel dramatisch? Dat is drama, ja. Dat is zo raar. Je scoort gewoon perfecte punten tot in Thailand. Oké, helemaal mooi. Kennen jullie klimop? Ja. Ja, absoluut. Klimop, ja. Ja. Tot in Thailand?